man. Wat is dit spannend. Wat is het spannend? Dit is heel spannend. Maar eigenlijk vind je weer het niet spannend, want eigenlijk weten we het toch? Ja, van beter, we hebben scores op de rieken zaten, Henk. En we gaan ons langzaam bekendmaken welke 20 liedjes doorgaan naar de grote finale in het merk op 15 februari. Ja, maar ik ben in shock. Dat kan ik me voorstellen. Het wordt een hele verrassende finale. Het wordt een gevarieerde finale. En voor een aantal mensen die er eerder in stongen, wordt het heel spannend. Ja, nou natuurlijk kent Noord eerder erin, hè. 60 halve finalisten hebben, daar moeten er 40 van aanvallen. Dus 40 teleurstellingen in gans Limburg. 20 mensen die een gat in het loog springen, nummer aan. En heb je het wel allemaal goed geteld, Ron? Is het wel goed nageteld? Klopt het wel allemaal? Niet dat we dadelijk nou de 16 en de smurg zitten en erachter komen dat, oh nee, maar die jij in de finale moet staan of die of die groep. Henk, bespeur ik twijfel? Ja, maar ik vind het zo'n verrassende lease van 20 liedjes. Ik moet dit checken, Ron. Ik leg dadelijk wel uit wie de puntenstandje komen zien. We hebben een vakjury in december. We hebben een vakjury gehad in de halve finale. En vervolgens haal je voor de stem van het volk via sms. Ja. Dat ligt dadelijk allemaal goed, maar van 20 finalisten, maar wel een heel gevarieerde finale. Ik heb het volgende verrugklaars van, dames en heren. We hebben 4 teams die rieën door de ganse provincie. Er zijn nog teams die moeten echt wel een paar honderd kilometer aanvliegen vandaag. Maar we hebben 4 goede teams en 4 goede wijten. Met welke 20 stonden er in de finale van de LVK? Op vrijdag de 15 februari natuurlijk in het MEC in Maastricht. Georganiseerd door die van Gulpen en door die van Mergerhout. Die zich samen hebben gepakt en naar Maastricht zijn gegaan voor die finale. 4 teams onderweg. En dat is heel geheimzinnig. Ik heb een regiescherm. Daar krijg ik dingen van de regisseur. Er staat dus niks op. Het is alleen maar welkom. En zo'n draaiend ding. Ik denk dat Windows gaat upgraden. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. En één schuifje hier. En als ik dat schuifje openzet, dan heb ik een team eraan. Maar ik weet niet welk team. Team 2 volgens mij, Henk. Wat bleef? Team 2. Ja, maar welk team heb ik? Hallo, team. Hallo. Hallo, Henk. Hallo. Hallo, dit is team 2. Hallo. Is dit de studio? Hallo. Ron, dat is uw gast. Hallo. Ja, ik huur gast. Hallo. Wat is dat dan? Volgens mij huur ik Ruud. Hallo. Ruud, bestuurder. Ja, het is team 2. Ja, het is Ruud. Ja, zeker. Oh, god. Hallo. Goedemiddag, jongens. Vergeet het. Ja, goed. Spannend, toch? Ja? Ruud, hoe is het stoel ergens staan? Poh. In een auto. Ik zit in een klinge Franse auto. Met kan mijn knieën even laten zien. En die komen eigenlijk omhoog langs de oren van Jeroen, van de chauffeur. En het sneed hij verder. Dus we kennen onze lol net op eigenlijk. Ik denk dat voor u een maatschappelijke functie vervullen. Want best een boete geweer, joh, toch? Ja, zeker. Ja, daar kies je toch geen goede zin van. Dus we vinden het extra spannend maken. Dan gewoon voor voorkomen dat Veurlui met dit depressieve weer van de brug afspringen. Dus verdonders best, jongens. Kom op. Top showtje, hè? Ron, daar zit hier een beeldje aan te kijken. Ron, we zijn live op Facebook, hè? LL van Laaf op Facebook. Daar kan je live met kijken, dames en heren. Want daar kan je ook zien bij die verslaggevers hoe het zijn. En wie ze er bier zitten. En dat is mijn mooiste, hè? We hebben aangetrokken aan Ron ook. En dat we er allemaal super goed zijn. Doe bus naar een Limburgse plek gestuurd. Ruud. Om immers te gewoon verrassen. Even met een slag om de arm, hoe bussen ongeveer? Noord, midden, zuid, oost, west? Ik ben in de geboorteplaats van collega Sjoerd Duikaert. Oké, dat is dus in het zuiden. Ja. Oké. Okay. Wil ze uitstappen? Wil ze gewoon? Vul maar in, Henk. Kom fietsers langs, hè. Pas op. Moet er vooral gooien, hè? Is dat al zoiets? Ja, wat vindt ze ervan? Ja, als je tevoren gehoord hebt, kijk, dan denk je van, zoek er nog een of niet? Ja. Kijk eens even naar de volgende verslag, Henk. Gewoon langzaam wandelen. Ja, gang toe maar langzaam wandelen. We gaan even kijken naar de volgende verslag, Henk. Ja. We hebben een stem de volgende verslag, Henk. Hallo. Ik zie, dat is wel grappig. Ik zie allemaal een scherm en op dit scherm is helemaal niks. En ik huur niks en ik zie niks. En neem eens geluk tegen mij. Hallo. Zoek ze mij? Nee, ik zoek het niet. Oh, ziek met de schiefjes allemaal hier. Hallo. Ik zoek echt niet, maar ik zoek Sjoerd eigenlijk. Sjoerd, hallo. Hallo. Hey Sjoerd. Hey Henk en de lui, Toes en de Lustres, hallo. Ja, dat is grappig. Jes komt via de telefoon bellen. Dan komt er via dat andere schiefje bellen. Maar ik huur Sjoerd, zin in Sjoerd ook. Sjoerd, we zitten er ook. Nou ja, dan lieg ik me sterk. Ik heb me vermomd, want ja, ik denk, je moest een beetje onherkenbaar zien. Mm-hmm.
Dus volgens mij is dat wel gelukt. Ik heb een... Het ruikt lekker, man. Dit is een veers kussensloop van Toes. Heb ik even over de kop getrokken. Maar het kinderlui, hij dadelijk denk je dat hij weer ontvoert. Maar dat is dus niet zo, hè. Dat is allemaal voor mij ook om het lastiger te maken. Oké, okay, maar best ongeveer. Kan ze een hint geven? Maar wil ze ook dat ik gewoon uitstap? Nee, ik wil eerst dat ze zes was ze ongeveer, bus. Nou... Ja, ik zit wel in een soort van... E-team buske-achtige. Ja, Sandy die rijdt, dus dan wist het gaat allemaal heel snel en spectaculair. Ik weet in ieder geval, letste wat ik weet, was dat ik de A2 ben opgedraaid. Maar dat hield er ook een beetje op. Wacht even, doen even toepasselijk muziekje erbij. Ja. Past dit? Is dit leuk? Ja, dit is top, want iedereen is voorbij het zien vliegen. Die herkent dat nu. Die denkt, oh, dat waren die. Daarom reden die zo. Ja, oké. Okay. Nou, dank je. Gaan we goed stappen. We willen het nu graag weten. We willen het echt heel graag weten, ja. Hoe ze best. Ja, zeker. Oh. Oh, jee. Oh, wacht. Eens even kijken. Ik weet het dan niet, hoor. Oei, dat ziet er... Het ziet er op zich wel goed uit. Nu heb ik een natuurlijk sterk richtingsgevoel. Is dat zo? Dus ik denk dat voor deze kan maar op het moment. Doe de slot maar van de kop af. Oh. Ja, dat is voor iedereen beter. Ik zie nog een fietser. Zullen we eens kijken of we die een beetje kunnen bijhouden anders. Ik denk wel dat ik weer klachten kon krijgen van Nira, die deed de camera, dat ik weer te hel rende. Dat heb ik vorig jaar al gedaan. Maar Nira is super sportief. Dat moet weekend hè? Natuurlijk. Hè? Super sportief is die Nira. Dus dat is ook weer hoor. Ik zie wel een kerk, dat kan ik die alvast verklappen. Ja. Een kerk heb ik gezien. Ik herken het. Ik ben Facebook live gekeken. Ik zie onze bus. Ja, ja. Nou ja, dan met zich mee en zich. Ik moet dat gaan wij huren. Ik moest doorlopen. Hij moet ik zien. Ja, daar is van, kieken, net via Facebook van live. Van binnen kan ze volgens mij niks ook de beelden zien. Er zijn grote verslaggevers rondrennen door het dorp. Dan gaat de deur open en nu is het vanzelf. Ja. Dag over. Ik ben op zoek naar de Breukers! Ik hoop denk je niet te vragen wat nu de eerste reactie is, of wel? Ja, geweldig! Ja, geweldig! Oh. We waren aan het zeggen van de meesten die moeten nog komen, want we zien net... Ja, geweldig! Ik ben helemaal sprakeloos! Is het nu ook wel lekker dat ze de keer de eerste is en dat ze nu de rest van de dag uit die spanning weg is? Dat is het chance moment. Echt heerlijk. Ja, heerlijk is dat. Ja, we hoeven nou niet uit de spanning weg. We waren net een stukje bij uren niks en ineens komt geen binnen. Dat is lekker begin van de dag. Oh, fantastisch. En nu kan iedereen heen het ook komen toch? Want hij hoort het heel laat en heel zaad, of nee? Ja, nou wordt het gezellig. Iedereen kan deze kant op komen, zou ik zeggen. Dan gaan we zoepen. Ja. Nou ja, zeker. Zoepen en zingen. En zingen. Wat kan het chillen, toch? Ja, zo is het. Nou, dan zetten we allemaal een klein stukje in. Wat kan het chillen? Het is vastelovend, hé, hey, schiet mij maar lek, hé, hey, zuse drek, niks is te dol. Wat kan het chillen, hé! Hey! Even snel dicht, wat is dat? Schoon te zien, hè? Jaar eerder in de finale ook ervaren mensen en toch even goed hartstikke blieden ze doorzien. Wat kunnen chillen uitkomend voor Panningen de Breurkes? Robert Jansen schreef met Mark van Mullekom de tekst en Mark schreef ook de muziek. De eerste finalist mocht ik net twitteren. Wat kunnen chillen uitkomend voor Noord-Limburg Panningen? Ja, wat kan het chillen uit Noord-Limburg-Panningen. Volgens mij is het op de plek waar ze nu zijn nog lang onrustig, wie dat zegt. En ik ben even een keer gewoon het plaatje nog een keer draaien. Alleen, ik kreeg dat even niet op mijn computer gepurkt. En volgens mij is het dit. Allee. Waarom doet hij het nou niet? En dan komt er. Dit is de eerste finalist van het LVK 2019. De plek waarop het stukje allemaal later bekendmaken. Wat kan het chillen? De Breurkes. Hoe komt het voor Kapel? Afgebeten nagels van een wachtende pukkel. Hoe is de vrees gekregen van een
van en alle nachten vierst en sloop gebreid. Spit van hoogtepunten met de prins op Minenek. Ach, kwijt wie dat heegheid, dit is de vroeg voor het dreig. Wat kan je chillen? Het is vast te loven. Hey, zit ik maar lek. Hey, zusje drek, niks is te dol. Wat kan je chillen? Het is vast te loven. Hey, heeg jij nog stop, het kaas erop, weer hoor je vol. Ai, 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 ai. Niks vlieg op trein. Ai, 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 ai. Lief op het plein. Ai, ai, ai. Het is vast te loven, hey, Vincentje Piet, we hebben joeks als medicijn. Sjoerd Pamperen, geel want keihel, Kalderen is chic. Oeren soezen van de schele, wazel en muziek. Omgetrokken vingers van de dode glistjes weer. Kissie van het schonkelen, zo lekker op en neer. Ach, kwijt wie dat heegheid, dit is de vroeg voor het dreig. Wat kan het chillen, het is vast te loven. Hey, schiet me maar lek, hey, zusje drek, niks is te dol. Wat kan het chillen, is vast te loven. Hey, ik kijk nog stop, het kaas erop, weer hoor je vol. Ai, 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 niks klinkt ons klein. Ai, 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 lief op het plein. Ai, 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 winkelen met ei. Wat kan het chillen, het is vast te loven. Hey, in centje vier, we hebben joeks als medicijn. Hoor ik Mick vanavond woensdag al op spits. Dus ben ik kampioen in lieve hangen wie ze lid. Sterkens weer ik wakker met de lach nog op mijn snoet. Al kan ik niet spiegel dan wat zusje nog in het chillen. Het is vast te loven. Hey, schiet me maar lek. Hey, zusje drek, niks is te door. Wat in het chillen. Het is vast te loven. Hey, hey, jij non-stop, het kaas erop, weer hoor je vol. Ai, 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 niks vlieg op plein. Ai, 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 lief op het plein. Ai, 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 ai. Het is vast te loven, hey, in centje vier, we hebben joeks als medicijn. Dit is wie onze vaste loven huurt te zien. Robert Jansen en Mark van Mullekom die schreven dit liedje voor de Brugkes. En dat zijn de eerste finalisten die vandaag bekend zijn gemaakt voor het LVK van 2019. Nog bij de Brugkes is collega Sjoerd Duikaars. Zijn ze een beetje bekomen van de schrik? Nou, ze zien wel echt geschrokken. En ik zal u ook zeggen, wieso? Want eigenlijk denkt niemand, dat denk jij, een enkele LVK-finalist, ik ben de eerste. Dat is toch een beetje de gedachte. Het minstens als de gedachte, ik moet heel lang wachten. Ja, ja, ik zeg al, de spanning is helemaal weg. Maar we zitten hier te kallen. En we gaan met de gewaas een foto nemen. Zodat ze in één keer zo in de camera binnenlopen. Ik denk, huh? Ja, dat is heel... Ja, ik luister eigenlijk niet. Want nou kriegen we ook appjes van, we komen eraan. Wat ik net ook al zei, hè? De meeste mensen zien die jongen alweer is. Ja, dat verwacht ze absoluut niet om de eerste te zien. Nee, dat is geweldig. Wat hebben ze wel eens metgemaakt? En dat ze de ganse dagen moeten wachten. We hebben vier keer in de finale gestaan. Ja, dan zit ze te wachten. We waren een keer in de middenmode als laatste. En nog gewoon neer erbij gezet. Hè. Ja, en nog best als eerste. Dat is, ja. Dus nu is het eigenlijk heel laat en heel zaad, toch? Heel laat en heel zaad. We hebben vandaag nog van dat programma van alles staan. Maar niet meer, we hoeven niet te zingen. We gaan alleen maar feesten vandaag. Ja. Zelfs de stem vandaag in ieder geval niet te sparen. Nee, we gaan gewoon helemaal los. We gaan helemaal los vandaag. Hey, Sjoerd, misschien een grote reetje. Kijk, de dagen even al groot begos.
Hij is vandaag zeker goed begoos. En bij u had in ieder geval de Breurkes uit Kapel. En Ronde wil dan nog even tegen die zeggen. Ja, Sjoe, misschien kan ze doorgeven doordat de Breurkes op plaats 16 in de finale stond. Ja, gestart op plaats 16 in de finale. Hey Sjoerd, dankjewel. Oh, dat is een mooie plek. Dankjewel. Dat is een mooie plek. Dat is zeker een mooie plek. Het zijn namelijk allemaal mooie plekken. Sjoerd, hoor jij. Het zijn allemaal mooie plekken in de finale. Want die 60 willen allemaal überhaupt in de finale. En dan maakt het niet zoveel uit hoe ze überhaupt staan. En Skieke, je wordt er al geschakeld. Gewoon vooral naar de volgende collega. Ja, ik zie een waalget volgens mij hoor. Struikgewas, eigenlijk. Is dat hij, was ik advies? Jazeker. Ja, dat is een beetje verdekt opstellen, want ik ben onderweg eigenlijk naar, waar ik nu al van weet dat het de drukste locatie werd. Dus het is even in een spoor omheen het gespot te werden. Maar ik denk dat voor, is dit het moment dat ik omverlopen uur? Ja, ren maar. Dit is het LVK, hè? Dit had niks met het TVK te maken, toch? Nee, want, helemaal niks. Ik zie allemaal een beetje kinger in de tienerleeftijd. Hè? En het zou op zich gaan, voor mij niet erg zien om mijn hoofd rond te kijken, want ik ga in een zoon in groep 8. En dat is ze van de middelbare school op zoek, toch? Ja, Tom. Verzeund is in de geboortestad van Sjoerd Duikaerts. Oké. Okay. En van mezelf, trouwens. Vermoedde hij door Dispoort. Er komen allemaal lui aan. Goedemiddag, hallo. Ik denk dat dit te duur is. Ik vind het zieker. Zij de open dag, joh, toch? Ja. Daar komt goed uit. Dankjewel. Goedemiddag. Eens even kijken. Want ja, dit is echt gewoon het grote LVK. Ja, dus dit kinger mag nog niet meedoen. Goedendag. Mag ik met u metkomen dan? Ja? Ja, Geer. Oh, is het wie eigenlijk? Goedemiddag allemaal. Ja? Wat een gemeen hintje, Henk, hè? Voor de kenners, ja, hè? Voor de kenners. Ja, Ronde is ook liga aan hier, joh. Ja. Wie had zich al ingeschreven, hey, op Sjoel? Wie had zich al ingeschreven? Och, daarachter is het toch al? Vergrond, ik denk de aula in. En dat is het Grootsies College in Heerlen. Hij is open dag. Door is Katja Hens. En Katja gaat naar de finale. Hey! Hey. Alsjeblieft. Hij is voor dich. En ze kennen zich inschrijven. Dit is echt een beroemde leerkracht. Hè? Kom naar het Grootsies College. Kom naar het Grootsies College. Katja Hens, naar de finale. Yes! Ah, leuk. Ik ga even weinig contact met de studio, gelukkig. Ja. Nee, dat is contact, geen probleem. Ah, niet nog contact, oké. Okay. Mag ik Katja het vragen, Henk? Of moet het liedje trainen? Zeg maar, ik ben nu voor een kloof voor jou. Stel een spannende vraag, hoi Katja. Oh, Katja. Oh. Katja. Ja. Wie geeft het? Ja, goed. Ja. En die eigen Maastricht. Ja, ook. In de finale. Ja, yes, ik kent ze voort. Ja, die kent ze voort. Bus. Nou, hoe is geen bus te regelen? Ja, mijn vriendinnen hebben beloofd dat ik over een optocht. Dus ja, dat wordt te gek, toch? Een beetje op tijd vertrekken. Ja, leuk, toch? En drinken onderweg. Heerlijk. Ja, zeker. Henk, mag ik Katje een soort van finale nummer doorgeven? Wat is dat te vreugd? Ja, Ron Asper schuift het daardoor. Ja, Ruud, Katje zei dus nummer 8 in de finale dit jaar. Oké, als nummer 8 is in de finale, dus is het publiek lekker warm in Maastricht, dan kunt je het gewoon. Chic. Katje, wie gisteren dit vieren? Ja, geweldig. Natuurlijk, hier zijn nog even op sjaal nieuwe kinderen welkom heten, want ik ben in Heerlen op het grootste op het moment. Ja. En dadelijk gewoon voor eens een goeie vat, lekker stuk vlaai eten en voorbereiden voor over 2 weken natuurlijk. Helpt dit om die nieuwe leerlingen over de streep te trekken? Ja, want daar reden om, hè? Ik denk het wel. Kijk maar eens wie voor publiek daarvoor hebben. Dus, Als Mitch even naar die kant kijkt, hij is er nog een stukje live muziek dadelijk. Zie je de piano erachter? Dat is Sino. Sino is van Talent & Co. En dan gaat hij live spelen. Dus het werd 1 muzikale happening. Katje Hens is door de finale. Hartstikke blij. En het Grootsies College, daar kent ze nog terecht met zijn kinderen in groep 8. Kom maar een keer kijken. Goed, genoeg, hoi, Henk. Genoeg reclame gemaakt. Dat wordt Ruud Kleine samen met Katje Hens vanaf het Grootsies College bekend mocht maken dat Katje Hens door is in de finale van de LVK. Ron, nog even de info. We hebben het liedje gemaakt. Ja, Katje zit dus 8e in de finale in Maastricht. In het Mekio. De tekst is van Patrick Jaspers. Dit is samen met Bart Stork en Bart en Patrick Schiffen Oog de Muziek. Uitkomend voor Maastricht in Heerlen op het werk, maar in Maastricht in de finale. Katja Hens, met? Kom maar mee met. Kom mee met. Kom met. Hij ligt toch niet gespeeld.
Op mijn hoed. Al plak mijn haar aan en mijn pizza. Muziek, ik klink dus nodig trouwboet. Om bekske oet de kast. Gekleurde schmink wat daarbij pas. Kom met mij met. Kom met mij met. En ik toch niet te spinken in haar bed. De gaat uit. Weer wakker spek met ei tegen de kater. En wat er ook gebeurt, weer houden we. En we zingen hand in hand. Dit is de space met de gouden rand. Kom met mij met, kom met mij met. Hij ligt toch niet te stinken in haar bed. Deug uit buiten in de tent. Ja, we hebben net gezien, we hebben het nummer ook al letterlijk gehuurd. Dus we begonnen het langzaam maar zeker een klein beetje kort te maken. Hebben we alle verslaggevers al gehuurd, Ron? Volgens mij nog niet, hè? Volgens mij niet, ik mis er nog. Mis er nog een paar. Was een vrouwelijke collega, die mis ik nog. Ja, we hebben nog een dame onder een knop. En dat is Patty van de Weert. Hoi, Patty. Hoi. Ja, ik heb me hier heel veel dik opgesteld. En ik hoop ook dat jij hem nog gezien hebt. Wie is het dan in de studio? Ja, goed. Ik ben een kieker op Facebook Live en ik zit in een kleine graspieper, moet ik zeggen. Ja, nou, dat ben ik dan. Oh. Gelukkig, dan val ik dus niet op. Hé, hey, maar spannend is het, hè? Is dat zo, hè? Oh, ik vind het zo spannend. Ja, nu ben ik al heel blij voor die twee finalisten wat bekend zijn. Maar oh, die alle 58 halve finalisten, wat motten die kriebels in dat boek hebben. Niet normaal. Maar dat kwam nu door dich. En ik vind dat toen hoe een gesmeerde bliksem moest opstaan en moest beginnen te lopen. Oké, dan gaan we gaan. Hoor ze nog geen aanwijzing te hebben waar ik zit dan? Ja, dat is zo ongeveer. Want we zijn best wel lang onderweg. Oh ja? Ja, we zijn best lang onderweg geweest. Oh, ja. Gaan we een ontzettende goeie chauffeur en de begon ze al lekkere iets die je hier ging holen. Flink te rennen. Ja. Ja, ik ben er wel nog, maar doe haper ze een klein beetje, Patty, op de een of andere manier. Ja, maar dat is dat ik ben aan het rennen. Ik moet zeggen, ze hebben hier ontzettend lekker gedroogd in dit deuren. Mm-hmm. Want die kunnen nooit wachten met vastgeloven vieren. Oké. Okay. Die doen eigenlijk net even het anders. En sneller, ja, dan de rest van Limburg. Oké, okay, ja, ik moet ook zeggen, oeh, kom je langs de pizzeria. Lekker. Maar honger is er nog niet. Ik herken het nu wel. Dat is op Facebook Live, kijk, dames en heren, en dan kent ze het herkennen hoe ze erop zitten. Ja? Ongeveer. Ja. Volgens mij. Oh, maar zien we de veldeur. Ingang. Ik ben, oeh, aan die stoel. Ik kan toch niet zien dat ze mij niet verwachten hier, ja? En hoe dan?
Ja, voeten op de deur. Dat is net die plek waar ze achterom moest lopen, hè, hoop ik, hè? Ik zit nog een café. Misschien heb ik me vergist. Cameraman, kom achter me aan. Oh, nog een café. Ja. Ik heb ook gezien de kerktorenklok die lap op tiet. Oh, dit kind toch niet waanzin. Best wel. Blonde pinoge weg. Zo'n is hier al heel lang opgesteld ja, in de bos. Ja, als een Meersers meidje naar Noord-Limburg stuurt, dan kent dat fout gewoon, hè? Henk, nog een Gino weg. Maar doe best toch ook van de internationale luchtvaart en zo. Doe komst toch over de ganse wereld, Patty, en dan in dat dorp verdwalen. Dat kent ik weer niet. Internationale. Ja. Internationaal, dat is te goed. Ja, die best gewend maar aan al die beurtjes wat ik overal herwezen, hoor. Jo, maar nu heb ik ook twee knappe mannen die ik weer al geroepen. Ik moet de kant op. Ja. En mocht je metkijken via Facebook Live, Gerzin, mich en niet Patty. En de beeldverbinding is weg, maar gelukkig hebben we nog telefoon, dus we huren Patty wel. Nee. Ik ben er. Ik heb de plaats eindelijk bereikt. Nou. We zitten hier in Grubbevoort. Dames en heren! Ik heb het. Ja, ik werd een hoop gekoekaak verzin. Inmiddels ook beeld. Wat een beetje blokkerig van een feestende menigte. Ja, maar het is hier extra spannend, Henk. Ja, de verbinding. Die zijn op dit bord aan het wachten. Vanaf even de bier. We hebben de Tulletek. We hebben ja. We hebben Ken en Robby. We hebben Martijn en Marcel. En we hebben Berk. Is dat goed? Ja, Patty zet er zijn drie finalisten bij elkaar op één plek in de Grubbevorst. Nee, vier finalisten. Vier finalisten, oké. Okay. Ik ben hier te laten leren. Ja, je hebt niet meer. Leren. En wie zitten nu de Tonnezak? Ja, we zijn en huur Twanneren over de Tonnezak. En we zijn de andere. Ja, dat is best wel rustig, hè? Gewoon kalm, lief. Kalm. In Grubbevorst zijn ze heel kalm. Ja, Bjorn van Berkel is door in de finale van het LVK. Patty van der Weer mocht het bekendmaken. Ron, wat is het voor een liedje wat u wel wacht? Ja, voor Bjorn van Berkel. Martijn de Jong schreef het. De tekst en de muziek uitkomend voor Grubbevorst. Omdat het vastenavond is. En Bjorn destijds op plaats 5 in de finale. Vrijdag 15 februari. Finale plaats 5. We gaan daar nog even kijken voor de verbinding met Patty. Hersteld kennen krijgen voor de eerste reactie. En in de tussentijd reloes voor even nog het nummer wat door is in de finale. Omdat het vastenavond is. Bjorn van Berkel. Ze die zien toch als vreemd. En eerder een huurt Edelbeek. De glazen die klinken vindt ze vooral malen de vrit. Gang met mij mee en twijfel nou niet. Laat alles los en geniet. Het zit toch in, het komt toch goed. De wilste zin van binnen moet. En het blij, de kind zit er nood en bevrij. Dus eens alles mij in Limburg door kunt de muziek. De teksten in ons dialect, al klinken de klanken mij gek. Wie weels verstond of wie zij samenkomt is uniek. Met mij en twijfel nou niet, laat alles los en geniet. Het
simpel en het hem vergoed. De vulste zin van binnenkoet. Wereldplaatsen weer zeg niet belangrijk is. Lees een glimlach op iets goed. Het simpel en het hem vergoed. De vulste zin van binnenkoet. Bjorn van Berkel, de is er weer bij. En ik zie net zijn Grubbevors inmiddels de frisse log hebben uitgezocht. Is er misschien de verbinding ook een klein beetje beter. Patty, toch even met Bjorn voor de eerste reactie. Is dat mogelijk? Zeker. Nou, de eerste reactie hier bij Bjorn is fantastisch. Want die truinenkes die vloeien, de glimlachheid van oor tot oor. En volgens mij trilt er gewoon ontzettend. Ja, als eindig gelukkig is, dan is het Bjorn wel. Zo mag ik het zeggen, hè? Zeer zeker, echt. Ja, dat. Ja, de zachtjes al, ja. Ik heb een jammer te overslaan. Maak het dat extra bijzonder? Ja, vorig jaar was het geluid om meer dat het zou zien. Dit jaar was het van, we zien het teruggegaan ons eigen dingetje. En ja, ga je dat werken? Ja of nee, dat werd ze niet. En de afgelopen weken, ik dacht dat gek werd. Ik denk, iedereen heeft meningen en dingen. Zo van, ja, zal het goed zat zien? Ja, weet ik niet. Ik heb een week lang niet op Facebook gezeten. Omdat ik gewoon echt zoiets had. Ik wil het niet weten. Ik zie het zaterdag wel. Maar we zitten erbij. Het was goed zat, absoluut. Hey, maar wat ik bijzonder vind is, je zit hier inderdaad met 4 halve finalisten. Martijn, die is de ene van. Ik heb dich nog geen bord mogen overhandigen, maar die is wel de schrijver van Bjorn van Berkel. Ja, dus ik ben er ook al bij. Wat dat betreft is het nu al super. Ja, we zijn ook een jaar er niet bij geweest. En nu dit jaar toch weer teruggegrepen op het oude Björn-stielke. En ja, dat duidt het geen, maar ja. Maar vind je de tekstschrijver net zo chic in de finale te staan als misschien als artiest zelf? Je werd nooit van, kom je het vandaag? Ja, weet ik niet. Ik heb nog niet in de finale gestaan als artiestziende dus. Maar ik vind, als mensen die een liedje meezingen, dat vind ik het belangrijkste. En dat gebeurt nu, dus ja, dat is het belangrijkste. Ja, superziek. Hey, en die liedje gaat over echt vastelovend samen vieren. Ja. Wie gaat die aanlopen eruit zien? De aanloop naar het LVK? Ja, we gaan gewoon als optredens doen. We gaan het extra promoten. We kunnen nu vanavond weer gaan zeggen, je hebt een LVK-finalist op de bühne staan. En vandoor hoe het gewoon met het virus verspreiden, dat wat ons verbindt, dat wat vast en ovend is, dat is wat erin zit. En het komt er deze dag gegarandeerd doen. Ja, ja, dames en heren, ja. Toes, dit is vastelovend. Bjorn van Berkel, ik weet nog niet wat voor nummer ze hebt. Misschien weet Henk dat Henk wat voor nummer wordt het? In het de LVK-finale. Patty, Bjorn Ron, wat voor nummer kreeg je? Ja, Patty, Bjorn zei als 5e in de finale. Als 5e in de finale van de LVK. En ik zoog nummertje 5. Beste dan met de vree, hè? We zetten er bij. Dat is het. Ja, precies. Absoluut. En ja, vanuit Grubbevors, dankjewel. Dingen gaan alle jullie die op de gestump hebben. En op naar de finale. Patty, en hier gaat hij een feestje vieren. Hoi. Hoi, hoi. En dat wordt Patty van der Weert. Veel plezier. Met een geëmotioneerde Bjorn van Berkel, die een plek heeft bemachtigd in de finale van het LVK. We gaan gewoon doen de volgende verslaggever. Heb ik al niet gehoord vandaag. Tom Dusborg. Ja. Hey, Tom. Ja, zeker. Goedemiddag. Dag. Hoe zit het, Stig? Smoeien, ja. Wat is dat? Zie je dat? Wat is dat? Ja, zie je dat niet? Ja, ik... Kijk, er zit er nog een even. Zijn er eigenlijk 3, ja, Tom. Ik praat even tegen Tom. De cameraman net ook Tom, voor de handigheid. Het zit door die boerenkool, maar dat zal het niet van alles in op de Rikskus. Ramen. Oh ja. Nee. Boerenkool. Er zitten een soort kindjes in, hè. Kindjes in de koel. Ja, daar waren... Wie ik geboren word, zoet sticht nog in de bloemkoel. Echt niet? Dat volgende. Oh, maar laat zeggen. Ja. Maar ja, Tom, als je uitzoomt en dan kijk je naar de rest van de gevel. Oh ja. Dan is een beetje moe, op de deur. Dan verklap ik wat. Oh ja. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Ik zie een ster. We gaan lopen. We gaan lopen. Welkom, goedemiddag. Ik zie een ster. Ik zie een ster. Ik heb 5 borden te verdelen. Echt hoor? Beste Henk.
Dus ja, die gaan we maar goed delen. Hey. Tom Doesburg loopt op een streutje ergens. Ergens waarschijnlijk in de stad. De batterijen denk van dit streutje zijn geladen. Hmm. Ja, ik ben ook bang. Dit is de batteriestroot. Oh, oké. Okay. En de batteriestroot komt uit op de grote gracht. En dan zien we de binnenstad van Mesteeg. Nogal. Iets verderop heb ik gewoond, die kant op door. De kommel. Hop, de kommel op. Kijk, midden in de stad meteen, bussen, fietsers. Toren van de stad, hoe zijn die in de verte volgens mij? Ja, we zien vooraan op de grote gracht, dus vlak bij de Merd, bij het Mooswief. En hier is een, hier is van alles. Dames en heren, toeristen, ze zitten te loesteren via de computer en de lap is nog achter. En dat is goed op de grote gracht. Ja, en in het café waar Tom nu net ben, ik heb in Maastricht, daar is er nog maar net qua wandelen op de grote gracht. We staan hier bij... Gewoon even de telefoon. Tom, wacht even. Ik ga even de telefoon in verbinding erbij schuiven. Want ik ken dit niet goed verstaan. En de telefoon blijft wel fijn in de uitzending. Dus thuis in de Maastrichtse kroeg, ik herken al een aantal artiesten achter dich. Ik pak de telefoon er dan maar even bij. Ja, dat is beter. We hebben Marvin Rozier met munten. En we hebben Maak de King. We hebben twee Maastrichtse journalisten en we hebben Maastricht al in de finale. Dus het is een bizarre dag en een bizarre middag werd dat in de historie van het LVK. En ja goed, we gaan maar, ik gewoon maar zo, ja, ik gewoon één bord toedelen. Gewoon even, hou er goed vast, want je kent elkaar allemaal, je maakt samen muziek. Dus je ziet vrienden van elkaar, muzikale vrienden van elkaar. En ik gewoon een bord geven voor de LVK finale. Ja, aan de debutant, man! Een afgesloten vaardigheidje. Hier de oorlog is het allereerste liedje. Vieren doen al dit en blauw. Dit is het allerzoenste feest van Vlaamse taal. Tom, ik heb misschien het beste Marvin even met de voeten nemen. Dan hebben we ook een goede beeldverbinding. En dan weten we ook niet dat de route zit. Wat draai jij even een liedje? Ron, wat huur hoor? Ja, we huren Marvin Rozier, een debutant op het LVK. Overigens een sportieve reactie van Nick en Patrick. Ook halve finalist in de B-storm. Debutant Marvin Rozier, Erik Rek en Charles Jeuken, die we kennen van het Mocht een Norm hebben en alles. En de buurtrein Erik Rek. Die schreven samen de tekst. Erik Rek schreef de muziek uitkomend voor Maastricht. En Marvin geeft als debutant de 43e finale openen deze keer. Ja, en inmiddels zinnig ook dat Tom met het feestvarken boete stuit. Dus ik vroeg Tom nog een eerste reactie. Ja, dat gaan we zeker doen. Hij wordt zien tronen in Maastricht, maar ook een beetje het meersen. Want Charles Jeuken en Erik Rex zijn de makers van het liedje van Marvin Rozier, de tweede finalist uit Maastricht. Ja, jongens, maar dat wordt een tronen. Ja, goed, geweldig. Ja, ja. Huh? Ja, geweldig. Een jonge gast. Ja, vreugde tronen, gelukkig. Geweldig. Ik ben ergens zitten en ik heb de ganse week op in Maastricht. En ik heb de ganse week uitgekeken op dat merk. En ik helemaal gek geworden. Ja. Diarree gehad dan al. Ja, man, dat was niet te houden. En ik, ja, wat ik zeg, door deze twee mannen de eerste keer meedoen. En ik ken ze alleen maar van dromen. Dit is echt geweldig. Ongelooflijk. Ja, dat is niets van gedroomd.
Nou ja, jongens, op Noordbeggen, Maastricht. Ja. En Meersen helpt Maastricht. Te voet, ja. Hè? Ik heb het te voet gewoon, hè? Roepen, roepen, op de knieën! Hey, op de knieën! Ja, Katje wilde een optocht, dat kunt je misschien bij jou. Alles weten van Gerrit bij We gaan er samen een super feestje van maken. Nou, jongens, veel plezier nog, Ben. Ja, dankjewel. Goed. Tom Doesburg nog altijd met de dolgelukkige schrijvers van het nummer, maar ook natuurlijk met de uitvoerende zometeen, debutant Marvin Rozier. Ja, en als het metgeteld is, hè, we hadden Katje uitkomend van Maastricht. En we hebben ook Marvin uitkomend van Maastricht. Ja, dus we hebben Maastricht al twee nummers uit Maastricht in de finale in Maastricht. Hebben die al 10% kans om te winnen, hè? Ja, dat word ik even door. Ik heb, als het gewoon is, van de regie de volgende verslagen even onder in de knop gekregen. Wim spreek ik nu op dit moment? Hallo? Tom Doesburg. Hè? Ik dacht dat je nou een andere... Ja. Beste eigene beurt. Ja, nou ja, goed, ik ben er toch niet. Nou, waar hebben we een gooi beeld voor mij? Waar hebben we een gooi geluid voor mij? Ik vrees dat toen ik nog 180 graden moest rijden en nog 10 meter terug moest lopen, toch? Echt hoor. Ja. Nou goed. Nou, de camera moet zich zoveel graden draaien. Ja, de camera, dat werd niet met 180 graden in Senegal. Ja. Dan gaan we het nogmaals een keer proberen. Oh ja, oh ja. Dit is dezelfde café. Ja, Hoi, hoi. Volgens mij moeten we toch naar een andere plaats of niet? Of, nee, dan moet ik stil blijven, Tom. Dan moet ik stil blijven. Nee. Dat is echt mooi. Dat is echt mooi, dan moet ik stil blijven. Dames en heren, ik wil het teleurstellen. We moeten een kerk gooien. Maar ik heb nog één bord. Nou, ik ken een klein beetje zien wat er gebeurt in dat café. Daar wordt de V gemaakt. Tom Doesburg, begin maar vast weer aan de boete te lopen. Want inderdaad, twee kandidaten in dezelfde kroeg aanwezig. En één van de twee zijn deze jongens. Wat huren we? Ja, we huren Maak TV. Wat is er nu zonder als zo'n radioprogramma maken? We hebben dat donder klaar gemaakt en de bussen in Maastricht. En dan zeg ik van, goh, gewoon voor truc of liever door. Nou, we zijn doorgebleven. Ja. Maak dus eens de V, doe eens even de V. Luc en ik toe ja, de V. Van de Nick en Patrick. Patrick van der Weijer, de leraar uit Maastricht, schreef de tekst en de muziek. En Maak TV zal als tiende op de bühne staan in het Mac. Ja, op die einde in de buurt in het Mac. En ik ben even een kieken om in beeldscherm. En ik zie dat ze langzaam maar zeker ook weer boetes in komen te staan. Met Nick en Patrick. De camera weer nog even schoen geveegd. Voor die eerste reactie, Tom. Ja, dat gaan we proberen. De eerste reactie. Ja, kiek maar eens naar die jongens. Kiek. Ja. Die geluiven het gewoon niet. Als je op Facebook live kijkt, kent je allemaal zien gebeuren op de radio. Dan moeten we het hebben van de verslaggever. Jazeker. Er werden foto's gemaakt, er kwam een stadsbus langs, een fotobus langs, een V-brug gemaakt. En Tom Doesburg, brug, nu ja, aan Patrick en ik. Ja, open maar. Maak de V, dit is een geschenkhoed en helemaal letterlijk en figuurlijk. Want? Ze hebben het gezag even over. Wie? Pat. Wat? Pat heet het gezag. Hij heet het gezag. En nu stonden we Oké, er zit een diepgaande verhaal achter. Het is een zeer diepgaande verhaal. Zeker voor Patrick en zijn schrijver. Patrick schrijft echt goed zijn gevoel altijd. En ook dit jaar is dat zo. En dit jaar is dat ook nog zo tot de pa van Patrick helaas kunt overlijden. Maar hij heeft zeker de aanloop en dat metgemaakt. En heet dat gezegd, jongens, geen zorg. Dit is zo'n geweldige plaats. Zo heb je een nuts gehad. Dus dat is wat Patrick echt bedoelt te zeggen. En dat is geweldig. Ja, jongen, gefeliciteerd en gecondoleerd. Dat hebben we laatst bij de halve finale al gezegd. Ja. Het teken van de V, dat is ook thema van het liedje. Dankjewel, ja. Gans Limburg, een V van Vasteloven. Echt, dankjewel, jongens. Ja, ik ben sprakeloos. Ik vind het zo chic. Maak de V van Vasteloven!
Jazeker, historische tv, Patrick van der Weijer, sprakeloos, dat zussen net zo gauw. Het is alleen maar normaal dat het zijn woordje paraat heeft. En het zijn nu ook weer finalisten in het LVK 2019 in de LVK-finale. Die gaat plaatsvinden op 15 februari 2019. Zo'n nummer met de la-la-la-stuks. Je zit er heel veel in dit jaar. Tenminste, in de halve finale. Ik weet niet wie de, met de finale zit. Ron, heel even snel. Wat hebben we allemaal al gehuurd? We hebben gehuurd. De Breukense Panningen met Wat kan het chillen. Katje Hens voor Maastricht. Kom met mij met. Bjorn van Berkel uit Grubbevorst, omdat het vastenavond is. Het schoonste wat er is, Marvin Ressier uit Maastricht. En de vijfde, ook uit Maastricht, Maak de V. Dus van de vijf die we bekendgemaakt hebben, komen er drie uit Maastricht. Ja, kan je dus nu wel zeggen dat er in ieder geval, op hoeveel procent is dat dan? 1,17,5% kans op een winnaar uit Maastricht. We gaan er dadelijk nog 15 bekendmaken, dus mensen... Wie valt er in de halve finale? Zitten ze toch wel 6 Maastricht in een halve finale, toch? Ja. Man, zou toch het zijn als die allemaal in de finale zouden zitten? In hun eigen Maastricht. Zou ze wel maar kennen. Het hoofd natuurlijk niet. Jij luistert naar het spannendste radioprogramma van dit jaar. Namelijk de bekendmaking van de 20 LVK-finalisten van het LVK 2019. 15 februari, dan stonden ze in de MAC. Ik stond er ook, Ron stuit er ook. We bieden ons allemaal de negel af tot 4 uur. Want zo lang duurt deze uitzending.